Het spookje is gewoon zijn tanden aan het poetsen met een afwasborstel. Oh, snap! En hij veegt zijn reet ook even af. Yo, Nintendo fans, welkom bij je favoriete Nintendo kanaal. Hebben jullie een beetje zin in Luigi? Want we gaan keihard door met Luigi's Mansion 3. En professor Eggad zegt dat we naar de vijfde etage moeten om door te gaan, want daar is een koffertje van hem. Oh, en hij is zijn kamernummer vergeten. Handig, vriend. Oh. Nou, wij gaan wel gewoon zoeken voor de professor. Even het liftknopje vinden. Ja, liftknopje nummer 5. Let's go upstairs with the elevator, together with Luigi. Oké, we zijn gearriveerd op de vijfde etage. Laten we kijken wat voor etage dit is. De deurtje gaat open en vervolgens gaan we naar buiten. Sorry, Belgische kijkers, mijn Belgische impressie is niet goed. Of had ik een Belgische YouTuber kunnen zijn? Misschien kan ik dat ook wel. Gaan we deze aflevering in de Belgisch opnemen? Dit is overigens geen disrespect. Ik hou van alle Belgen, ik vind jullie fantastisch. Oh, mijn telefoon gaat. De virtual boo is ringing. Dat is echt een heel weird accent. Misschien moeten we dit gewoon maar niet doen. Laten we gewoon dicht bij onszelf blijven. Belgen, I love you. Nederlanders, I love you too. Oké, let's go. We gaan weer into Luigi's Mansion 3. Er wordt uitgelegd dat onze stofzuiger kan zuigen, maar dat we ook een plunger hebben. Oftewel zo'n zuignap ding. Nou, dankjewel professor. Dus we kunnen nu dingetjes op gaan zuigen. Laten we eerst deze even openmaken, want hier is het zo... Oh, snap! Oh. Ik dacht dat dit een diamant was. Maar het is gewoon een freaking propje. Oké, dan. Dan moeten we waarschijnlijk deze uit de weg zuigen. En dat doen we dan zo. En dan kunnen we... Ja, zo. En dan... Hoppakee. Hé, er is een poster hier. Een Luigi poster. De Luigi poster moet wel weg. Weg. Zuig hem op. Heel goed. Oké, maar wij weten niet waar de kamer is van de heer Eggad. We kunnen wel dit even flashen. Ja! Ja. Dikke monies. Money in the bank. Money in the bank. What? We kunnen deze gordijnen even wegzagen. Geef mij de gordijnen. Kijk, volgens mij kunnen we hier naar buiten. Of niet? Of zie ik dit verkeerd? Ja, ik zie dit overduidelijk verkeerd. Oh, wacht maar. Maar, ja. Kijk, ik zie hier wel planken. Kunnen we deze planken hier vandaan weghalen? Zullen we nou hier eventjes deze ontstopper opgooien? En dan... Hoppa! Ja! Kijk, we kunnen zeker wel naar buiten. Moeten we al hier naartoe? Nee, ik wil niet graag in die tuin terechtkomen, jongens. Ik ga helemaal stuk om Luigi. Wat is het toch een baas, jongen? Luigi is echt zo'n anti-held. Hij is eigenlijk helemaal geen held, maar hij doet het wel. En daarom houden we gewoon van Luigi, toch? Iedereen houdt van Luigi. Hoe kan je niet van Luigi houden? Kijk, nog meer monies voor Luigi. Hoppa! Dikke flappen, vriend. Dit even ontstoppen en naar je toe trekken, Lagie. Lekkere Lagie. Goed gedaan, man. En dan drukken we op de X en dan krijgen we hier weer een schatje. Ik weet nog niet zo goed wat ik met die monies kan allemaal. Maar hoe kom ik daar? Daar is namelijk nog een diamant. En die moet ik wel hebben. Dat zijn namelijk de collectibles van deze etage. Die wil ik wel hebben, maar ik weet niet hoe. Hij weet niet hoe. Ik weet niet hoe ik daar naartoe zou moeten gaan. Laten we teruggaan. Kijk dat hoofd! Ik ga helemaal stuk op zijn hoofd, jongen. Maar hij doet het wel, hè. Hij doet het wel. Hij is wel gewoon op zijn pad om Mario en Peach en Toads gewoon te gaan redden. Ondanks dat hij ontzettend bang is hier in dit hotel. Is hier een opening achter deze posters misschien? Er is wel een gat hier zo. Oh, snap. Wat gebeurt hier allemaal? Complete chaos, jongen. Vliegende wc-rollen. Lijkt me echt vervelend als je moet poepen. Dan zit je te poepen en dan moet je zo die wc-rollen vangen. En dan zijn ze net te hoog, kan je er niet bij, moet je opstaan. En nee, dat lijkt me echt niet chill, jongens. Oké, waar moeten wij nu naartoe? Wat is hier? Ik zie hier deze muur is kapot. Kunnen we... Ja. Hoppakee. In Zelda zouden we nu een geluidje hebben. Oh. Wat is dit? Een goudstaaf. En voor de rest, nog meer spinnen. Hier is weer een gat. Wat is dit voor oud hotel? Oké. Oh, snap. Daar is gewoon nog een gem. Blijkbaar kunnen we dan misschien daar uit het raam of zo. En ja, door. Ik wil dat geld hebben. Luigi, maak even korte metten met al deze dozen hier. Haal die dozen weg. Hop. En ja,
Duw. Fuck the monies. Ah, ja, oké, nice. Oh, Igat, nu al te zeuren. Hij zegt, wat duurt nou zo lang? Waarom duurt het zo lang? Pak mijn koffertje. Vriend, ik ben gewoon even aan het exploren. Laat me met rust. Kamer 504. Kunnen we hierin? We kunnen hierin. Oké, ligt zijn koffertje hier? Of was dit mijn kamer? Ik weet het niet meer. We zien hier echt allemaal Halloween ballonnen. Hoppa, sloop heel die kamer, Luigi. Hoppa, wat zit in de kast? De kast beweegt. Ah, oké. Het beweegt door de stof. Volgens mij is hier niet echt iets te vinden wat we nodig hebben. Maar kunnen we naar buiten? Want ik wil eigenlijk die jam nog vinden. Vliegende wc-rollen in het toilet, jongens, of niet? Atseflats. Hij schrikt zich weer dood van een spin. Oké, laten we even heel random dit kraantje aanzetten. Gewoon omdat het kan. Gewoon omdat er 4 muntjes uitkomen. Oké, we gaan weer terug. Door de deur. Volgende kamer. Zijn koffer staat niet hier. Oh, snap. Wat een, oh, een schrok van die muis. Nou, laten we hier naar binnen gaan. Kamer 505. Ligt je koffer hier? We need le coffee from le professor. And we need the rat to go into the stofzuiger. Hallo? Is dit hem? Nee. Het is een soort van aktetasje. En deze deur gaat niet open. Kan ik deze deur open trekken dan met mijn zuignap? Hoppa! Ja! Ja, ja. Veel te veel spinnen hier. Spinnen slopen we. En kijk, als we dan hier onze X-knop indrukken op dit schilderij, komt hij toch partij geld uit, jongen? Rijke tata, jongen, Luigi. Nog steeds de koffer van de professor niet gevonden. Ligt hij in dit toilet? Is hier een toilet? Ja, hier is een toilet. Waarom moeten we eigenlijk de koffer van de professor pakken? Wat zit er in zijn koffer? Ik weet het niet. Wij gaan gewoon dingen voor hem doen, maar hij moet ons helpen. Oké, let's go. Volgende kamertje. 505 was het ook niet. Wat is hier gaande, trouwens? Kunnen we hier iets mee? Hier, een jam. Kan ik die jam pakken? Nee, die zit vast. Kan ik dit pakken? Ik kan hier ook niks mee. Kan ik met mijn flashlight jou bewerken? Bam! Ik weet het niet meer. Wat? Het spookje is gewoon zijn tanden aan het poetsen met een afwasborstel. Oh, snap! En hij veegt zijn reet ook even af. Gadver, hoe smerig is dit, man? Dat doe je toch niet? Oh man, jij verdient de stofzuiger. Nee, dit kan je echt niet maken. Oké, let's go. Kamer 506 dan. Ligt het dan daar? Ligt hier jouw koffer? Het is hier een zootje met golfspullen. Volgens mij zijn dit de tasjes van Peach en de pet van Peach. Dit ziet er wel uit als een tasje van Peach. Oké, laten we dit even uit de weg halen. Want ik moet even dat spooky mijn stofzuiger laten zien. Oké, volgende kamer. Oh ja, dat dacht ik al, jongen. Ik dacht al dat ik daar rekening mee moest houden met het ding. Want dat ding begon net opeens te trippen. Hoppakee, spookje vangen. Hop, je bakkes, vriend. Oh, liggie. En dan vangen. Ja, dan gaat Igat nu zeggen van, waarom duurt dit zo lang? Vriend, ik moet toch spookjes verslaan, jongen. Die professor, jongen, die houdt echt nergens rekening mee. Laat me even gewoon lekker met rust. Laat maar mijn spookjes verslaan. Want die spookjes doen hier dingen in het hotel, jongen. Echt super smerig. Oké, hier dan. In deze kamer. Wat is er met dit bed aan de hand? Kunnen we dit bed eventjes omver trekken? Lukt niet? Ja, lukt wel. Kan het wel? Kom maar, bed. Kom maar. Hoppa. Money. Nou, voor de rest ziet het er niet uit alsof het hier, alsof hij hier zijn koffertje achtergelaten heeft. Even nog een rol behang van de muur. Hoppa. Oh, wat. Oh, een gouden vleermuis. Dat betekent extra geld. Extra geld. Pak de vleermuis. Luigi, kom op. De gouden vleermuis. Yes, nice. Oh, wacht. Ik zie nu een uitroeptekentje op mijn map staan, daarboven. Dus in de volgende kamer zou eigenlijk de briefcase dan moeten zijn, denk ik. De koffer van de professor. Hier zit ook weer een doek voor. Hier zit sowieso wat achter, hoor. Kijk maar, zie je wel. Wat zit hier dan allemaal achter? Oh, de hele geheime kamer, joh. Wat? Oké. Met een jam daar nog. Maar hoe gaan we dit aankrijgen? Wacht, moet ik dit ontstoppen? Heb ik hier mijn kurkentrekker? Mijn wc-ontstopper opgooien? Hoppa, ja, en dan lampje aan. Yes. Alright. Nou wat? Komt hij nu uit de... Oh, dikke flappen, jongen. Dikke flappen, maar ik heb de jam nog niet te pakken. Hier is ook nog een kistie. Daar zou ook wel weer geld in zitten, ja. Even kijken of we ook bij die jam kunnen komen. Ja, ik denk het wel. Volgens mij kan ik nu... Ja, ik kan er doorheen. Geef me die jam. Yeah. Nice. Lekker. En door. Nu gaan we even de koffer pakken. Ja, we moeten hier naartoe, denk ik. Naar 508. Let's go. Oké. Wow, oké. Hier zien we een basisspookie. De basisschoonmaakster van het hotel. Wie is dit? Wat is jouw naam? Mevrouw Stoffeerspook. Nee. Oh, kom ik nou precies op het verkeerde moment? Dat is de koffer die ik nodig heb. Laat nou gewoon even lekker staan, mevrouw Spooky. Als jij die koffer laat staan, laat ik jou met rust. Is dat een deal? Oh.
Blijkbaar is dat geen deal. En met koffer dan alles gewoon weg. Hoe dan? Hoe doe je die koffer door de muur dan? Jemig. Nou, dan moeten we dus inderdaad eventjes gaan kijken waar ze naartoe is. Volgens mij ligt er gewoon keihard geld hieronder. Oh, snap. Dat is ook best wel behoorlijk wat money. Moeten we iets erop slaan? Moet ik bijvoorbeeld dit ding op het bed slaan? Oh, mis. Jammer. Jammer, joh. Nog een keer proberen. Dus ontstoppen erop. En dan A en dan... Op, ja. Wat zit je me nou te bellen de hele tijd? Val me niet zo lastig, professor. Laat me met rust. Oh, hoe zit het met mijn tassie? Sta daar niet, ga achter de aan. Ja, wat denk je, jongen? Laat me gewoon even lekker chillen, joh. Ik ben ook niet altijd in een hotel. Luigi zit altijd maar in het kasteel van Peach. Beetje chillen, beetje toiletten te ontstoppen en zo. Laat me nou gewoon even lekker genieten hiervan. Van mijn tour in dit hotelletje. Hier, ik bedoel, hier zijn zelfs wc-rollen van geld gemaakt. Ik bedoel, waar zie je dat nou? Ik zie je nergens. Ik wil ook naar een hotel waar ik zo'n wc-rol kan vinden. Oké, ik wil nog even daar naar buiten. En dan wil ik gaan kijken waar het koffertje van professor Egaat is. Kan deze open? Moet ik deze weer met mijn kurken trekken? Openmaken. Oké. Het is wel dat er overal geld in zit, volgens mij. Volgens mij alles wat we doen, dat doen we voor geld. Ik wil die bloemetjes water geven. Kan dat? Ja. Geef de bloemetjes water. Bloemetje heeft ook licht nodig. Zullen we even deze... verder kijken gaan gebruiken. Wat zien we? Boompies. Nog meer boompies. De maan. Oh shit! Wat zit je mij nou te trollen, vriend? Kom hier. Rustig aan. Kom maar even bij ome Luigi. Komt u maar. Hoppakeetje. Oh, en een gem. Nice. Oké, dit spookje heeft gewoon onze tweede gem. Nou, dan is het nu wel even goed tijd om te gaan achterhalen waar die mevrouw naartoe is. Even kijken, we kunnen zien dat ze door deze muur heen is. Oh, snap. Ja hoor. Haar dienstmaagjes, haar hulpjes komen er even helpen. Pak ze, Luigi. Nee, kom op, je kan dit. Je hoeft niet bang te zijn. Ja, je hebt een stofzuiger. Hier, twee tegelijk, jongen. En smack die derde gelijk. Hop. Hoppa. We zijn er al bijna. Ja, pak hem. En klaar is Kees. Nou ja, klaar is Luigi. Lekker, man. Zie je? Weet je, mijn zelfvertrouwen hebben, man. Je kan dit. You got this, bro. Zij was sowieso hier naartoe, naar deze kamer. Ja, daar is ze. Pak er. Ja. Hallo? Kom op, Luigi. Kom op. Waarom lukt het niet? Moet ik die koffer pakken? Moet ik die koffer zo met een zuignapje pakken? En moet ik die koffer uit haar trekken of zo? Oh! Oké. Ja, dat kan ook. Oh, je gaat er gelijk weer vandoor. Nou, dan kom ik achter je aan, hè. Wat denken jij? Professor, laat me met rust. Ik ben bezig voor je. Oh, hij zei van elke keer als dat je door een deur gaat, dan wordt je progressie opgeslagen. Maar ga er niet te snel doorheen, want dan kan het systeem het niet meer aan. Kijk de verstoppen daar, jongen. Ik zie je wel. Wat denken jij dat ik jou niet zie? Luigi, ontstopper erop. Ja, ontstopper erop. En ja, hoppakee. Smack that on the floor. Smack that. Ben je naar de toilet? Of ben je... Oh, hier. Jou moet ik hebben. Jij misbruikt afwasborstels. Kom hier. Dat kan ik niet zomaar toelaten, namelijk. Kom. En smacken. Afwasborstels mogen gewoon niet misbruikt worden, jongen. Daar word je voor gestraft. Hoppakee, lekker luig. Oh my, oh. Dat stemmetje van Luigi is geniaal. Maar dan weet ik nog steeds niet hoe ik deze gem pak. Ben ik nog steeds niet achter. Misschien komt dat later nog een keer. Oké, final battle. Hier, in deze kamer. Kom maar, komt u maar. Komt u maar bij oma Luigi. En 1, en 2, en 3. En klaar is Luigi. Hoppakee, geef mij die kist. Dag mevrouwtje. Goed gespeeld hoor. GG. En nu snel met die koffer naar de professor. Prachtig, hij glimt nog. Gelukkig. Ja, die mevrouw heeft hem natuurlijk afgestoft, hè. Dus dat is niet voor niks een schoonmaakster. Oh! En we kunnen gelijk naar de derde etage. Lekker. Oh, yeah. Nou, de professor die belt ons weer. Dat is echt een stalker. Je hebt een nieuwe liftknop en je hebt ook mijn koffertje. Heel goed gedaan, Luigi. Kom terug naar het lab. Kan ik warpen naar het lab? Nee, blijkbaar niet. Ik moet toch echt eerst even naar die lift toe? Nou, dan gaan we even naar die lift toe, hé. Ga maar hoor, Luigi. Ga maar. Hier is de lift. Hoppa. Knoppie. En gaan. Oh nee, maar eerst natuurlijk inderdaad even het liftknopje er weer in stoppen. Want dan kunnen we strakjes gezellig naar etage nummer 3. Nice.
Oh ja, yeah, goed gedaan. Maar voordat we dus naar de derde etage gaan, moeten we eerst even naar B1, terug naar het lab. Want dan gaan we er eindelijk achter komen wat er in dat stomme koffertje zit van deze man. Sukusuku, professor, hier ben ik. Het is je boy Lagi. Welkom terug, Lagi. Mijn koffertje, chop chop. Zit hij me gewoon een beetje te commanderen, jongen? Doe eens rustig. Met je plukje afro op je bakkes. Nou, alsjeblieft, hier, je koffer. Dit is wat ik wil. Dit zal handig zijn in battle. Ik ben te oud ondertussen, dus ik laat het een hulpje doen. Ja, dat hulpje, dat zijn wij dan weer natuurlijk. Wat is deze? Het is zijn laatste uitvinding en het heet Guigi. Het maken hiervan was echt super moeilijk, maar ik had gelukkig de hulp van iemand om mijn prototype uit te testen. Nou, hij gaat het even voor mijn poltergusty zetten. Als extra upgrade. Hoppakee. Goo erin. Lekker. Dankjewel. Het is klaar. Luigi, ga maar een beetje oefenen. Volg me naar buiten. Nou, helemaal top, Job. Maar dat gaan we doen in de volgende aflevering. Doe even een blauw duimpje omhoog als je dit een toffe video vond. En abonneer zeker op mijn kanaal als je van Luigi video's houdt. En vanaf volgende week Pokémon Sword and Shield natuurlijk. Dan kan je ook winnen op dit kanaal. Check alle video's die je kan vinden. En ja, wat kan ik nog meer zeggen? Oh ja, volg me op Twitch als je me live wil zien gamen. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!